Ja, we zijn vandaag in de praktijkruimte van de NOA Zuid-Nederland. Wij doen hier jongeren opleiden tot stucadoor op niveau 2 en niveau 3. Ik ben hier projectmanager en ik heb er destijds voor gekozen zeg maar, om hier de 2 Euromates afzuigingen te hangen. En voor de rest doe ik binnen onze organisatie andere werkzaamheden, ook, waaronder ook de NOA. Wij hebben hier BOL en BBL leerlingen. En BOL leerlingen zijn 4 dagen hier in de praktijk en die leren gewoon de basis stucadoren. En dan hebben we ook nog BBL leerlingen, die komen 1 dag in de week en die zijn 4 dagen gewoon aan het werk bij een leerbedrijf om het vak te leren. En die komen 1 dag hier naartoe waardoor ze een halve dag praktijk hebben en ook een halve dag theorie. Ja, wij hebben voornamelijk heel veel stof hebben wij hier te maken. Nou, we werken hier natuurlijk met heel veel cementproducten en met gipsproducten. Als ze gaan mixen, nou goed, dan komt daar heel veel stof bij vrij. Daarna ligt er ook heel veel altijd op de grond. Als ze altijd even moeten aanvegen, moeten opscheppen, nou, dan krijg je datzelfde idee weer dat de stof vrijkomt. En als ze een project hebben afgerond of een training hebben afgerond, dan moeten ze ook altijd alles weer slopen. Dus de eigen hokjes moeten aan het einde van de dag of na een aantal dagen wordt dan weer gesloopt. Ja, en dat ja, geeft gewoon heel veel stof. We konden alleen maar een raam openzetten en een deur. Dat was de ventilatie. Nou goed, vanuit onderwijs en ook vanuit onze eigen organisatie vinden wij wel gewoon dat de leerlingen moeten wel gewoon op een veilige manier en in een gezonde omgeving kunnen werken. Dus vandaar dat wij hebben gekozen van ja, we moeten hier iets mee. En zo via een collega van in Rotterdam zijn we ja, bij jullie uitgekomen. We merkten al meteen zeg maar, dat het binnen een paar dagen al veel schoner werd, dat er veel minder stof ook was. Maar voornamelijk gewoon, je merkt gewoon in de lucht, ook als ik hier nou rondloop, ik heb geen last meer van mijn keel of wat dan ook. Dus je merkt echt wel dat het na een aantal dagen echt al zijn vrucht afwerpt.